Bint, gaat jou oer konzen sjen, konzen griepen en konzen missen. Echte Friezen, die doen ze net en sjongen alleen maar het noemen mij als ze het kennen. Nou, de ziektocht van Milène de Lehey naar echte Friezen, die brengt dus op de Donsvlier, Jon. En dat is heel erg leuk. Douwe Gellof Heringa, die stiert voor een hele drege opdracht. Want hij maakt het saaie kelen en legen wat West-Friesland populair maakt zien voor de toerist. Maar ja, hoe doe je dat? Goed, Jon. Dit is Bint op de dag dat er een explosieve taanname is van mensen die het in de nachtopvang sliepen. Ja. Dat is schandalig. Het is 70% meer. Ik praat erover met Wietse Groen van SIEN, de opvangorganisatie. 60% meer mensen die dus nachts eigenlijk op stritten jaren te wijzen. Maar omdat Jim zo goed binnen, jouw Jim zijn plakje. Hoe nou, dat hoe dat zo extreem wijzen? Nou, dat vragen wij onszelf ook af. Als je inderdaad de cijfers vergelijkt met de eerste 8 maanden van 2014... en de eerste 8 maanden van 2015, dan maar liefst een stijging van 60%. Ja, in absolute getallen? Of we nou, de eerste 8 maanden van 2015, ietsjes boven de 300, zoiets. Dus 300 mensen zo'n zonder hem help gewoon op straat sliepen? Nou, eigenlijk wel. Kijk, het is altijd kijken van, en waar zouden ze dan zijn als wij er niet zijn? Zijn ze op straat of wat we dan noemen de rommelruimte in bepaalde leegstaande gebouwen. Maar het is inderdaad een zorgwekkend aantal. En dat houdt ons ook vreselijk bezig. We zijn daar momenteel ook aan het kijken van, ja, waar komen ze vandaan? Wat doen ze overdag? Hoe komt het nou in één keer? Wat is het onverwacht? Nou, of het onverwacht is, wij hadden dit in deze mate echt niet verwacht. En kijk, we zijn, ik geloof het, eind vorig jaar in een nieuwe voorziening gekomen. Dus ja, misschien speelt dat een rol. We hebben iets wat minder grotere slaapzalen, maar meer met 2 persoons of 4 persoons. Er is meer ruimte of zo? Er is meer ruimte dat je denkt van nou, misschien heeft dat een aanzuigende werking. Maar dat is allemaal speculeren. Hè? Je moet ook niet vergeten dat we zitten momenteel in een boeiende, maar een hele turbulente periode als het gaat om de ontwikkelingen in zorg en welzijn. Met een duur woord de transformaties, meer verantwoordelijkheden naar de gemeente. Organisaties dan gaan kijken van nou, wat horen wij te doen voor dat geld wat we krijgen. Een soort van herbezinning op onze kerntaken. Ja, nou, en daar ben je de dupe van, als ik het maar even een conclusie neem. Nou, de dupe van, wij zien daar de gevolgen van. Dupe vind ik niet het juiste woord. Wij merken in dat hele spanningsveld dat we mogelijk daardoor een toename van die mensen bij ons in de nachtopvang. Zijn dat mensen die dan niet behandeld meer worden door? Nou, dat is wel een goede vraag of ze behandeld willen worden en behandeld kunnen worden. Vandaar dat we ook nauw overleg hebben met de behandelaars, met GGZ, de verslavingszorg. En natuurlijk in goed overleg met de gemeente, want ja, we doen allemaal natuurlijk ons stinkende best om die, wat ik wel eens zeg, van akelig naar beter te helpen. En nou, dat is momenteel een aardige klus. Dus we merken de toename, maar we zijn ook keihard bezig met z'n allen om voor iedereen een goed plekje te krijgen. En nou, wat mij dan ook wel een beetje zorgen baart, is ook het aantal jongeren. Het is niet leuk om te zeggen, maar wij hebben binnen onze nachtopvang een speciale afdeling voor jongeren. En ja, vorig jaar waarom? Ook. Je wilt iemand van 18, 19 jaar niet te veel, dat klinkt wat idealistisch en naïef, in contact brengen met die doorgewinterde dak- en thuislozen met heel veel levenservaring op het gebied van gebruik van allerlei middelen. Dat wil je toch een beetje gescheiden houden. Wat dat kind oerslaan of zo? Dat zou zomaar kunnen zijn. Nou, dat weet je al. Maar zei je in de dieren. Kan toch ook preventief werken? Als je zo'n ontzettende, totaal uitgemergelde heroïne-junk als voorbeeld ziet, dan kan je toch ook als jongere denken, daar heb ik geen zin in of zo. Nou, dat soort sessies, dat is wel goed dat je het organiseren we ook wel eens. Van potverdikke, is dat mijn toekomst? Nee, ja. Dat moet maar niet. Maar dat moet je wel. Dan moet je wel begeleiding op zitten. Hè? Dan moet je wel met diegene in gesprek gaan varen. Dat wil je niet. Maar wat gaan we nou wel met jou kunnen doen? Wat kan je allemaal? Mm. Dus ja, die jongeren, om dat nog even op terug te komen, dat zien we ook een toename maar van. Maar wat mij dan vooral ex-zwager maakt, of waar ik me zwager om uit. We hebben een paar weken geleden het vreselijke voorbeeld zien van Udo D. Ja. Die hier een vrouw compleet in de war deerslaat en oren mishandelt. Dat hier echt te krijgen met het feit dat hij net goede hulp kreeg. Waar het wil zijn. Hoe zit het bij jou?
Nou, daardoor, ik weet niet of dit het moment is, maar daarom ben ik ook heel benieuwd. En dan wil ik ook aansluiten bij het onderzoek wat Kroonen daarin nou, ik denk, nou, ik denk dat het wel het moment is. Op het moment dat, dat mensen je dus ontkuiling binnenboeten en die krijgen een klap op de kop, ja, van iemand. Want iedereen weet dat die net goed is, maar dat er geen plak voor is. Ja, dan vind ik 60% echt schokkend. Ja, ja, nee, dat is ook een thematiek die ons bijzonder bezighoudt en waar we met z'n allen ook de juiste oplossingen voor moeten zien te zoeken. Ja. Maar ken je dat, Fine? Ja, kunnen. We willen en we doen met z'n allen onze stinkende best. En ja, dit soort excessen. Ja, nou ja, nogmaals, ik ben ook wel benieuwd naar het onderzoek van Kroon om daarop aan te sluiten. Om daar ook de oplossingen. Want als het zou ook heel makkelijk zijn van het ligt hem daar en daaraan. Maar het leger er zelf staat het hek, hè? Wij hebben helemaal geen grip op die mensen. Ik ben te volle. Ze zijn helemaal kierenwiet. We kunnen ze net helpen. Ja, bij jou is een bed en dan, nou, dan is het veilig. Nee, maar dat is ook een beetje een dilemma voor ons vak. We komen in zijn algemeenheid gesproken toch wel een soort van, ja, meer complexiteit van zorgvragen tegen. Ja, en daar hebben we momenteel wel mee te dealen. Dus los van de toename van die 60% zien we ook niet. Nou, het is toch zorgwekkend wat er rondloopt. Maar van waar heb je nog hulp nodig dan om dit om te pakken? Van wie? Van waar, ja. Ja, ik denk dat we heel gezamenlijk met verslavingszorg, met GGZ, met de gemeente, hebben we met z'n allen een taak te klaren om dat goed voor elkaar te krijgen. Dus we moeten heel erg de verbinding tussen de organisaties zien. Wij kunnen het in ons uppie niet oplossen. Absoluut niet. GGZ niet. En de gemeente heeft daar een hele belangrijke taak en heeft ook goed overleg mee om dat met z'n allen tot een goede oplossing te komen. Oké, okay, nou, we wachten het al hoe dat komt. Succes allemaal, succes. Bedankt. Ja, en naast hebben we hier weer een heel hoog verhaal, want dan doeken we weer in het Rieke Archief van Omroep Friesland. En Joen, ik weet dat misschien wie een van u is er wel bij, doof zeker net. Dan zeggen we waarom op de historische reunie die het Fries en hoe de hele verhaal bij elkaar bracht. Weet je met dan? Ja. Ja? Simmertathoezen. Simmertathoezen, hè? Ja. Hoe oud was dat toen? 20. 20? Ja. Oh, nou, wie kijkt 20? Wie joden toen al? Ja, ik geloof het wel, ja. Ja, ik in Friesland bedoel ik? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou, ik weet nog wel, wij zaten op de weg, we gingen op vakantie, het was in de zomer. En we reden naar Zuid-Frankrijk met de tent achterin. En dan hoor je al die liedjes en denk ik, nou, ik ga iets missen of zo. Ja. Dus dat heb je zeker mist. Ja, nou, ja. Die beelden binnen Azen te zien. We zijn wel naar Riens Graat, mijn consultant geweest. Dus ja. We zitten nog even over de oorjager van uw regio. Daar is bij die nieuwe vrouw in Belsum. Jouw wen in Belsum, ik ben in Frentje. Daar ook elf. Daar is ondersteld als regio-oorjager van Noordwest-Friesland. Een gebied waarvan mensen zeggen dat het saai is, dat het leeg is, dat het keel is, dat het koud is. Ja, ik weet niet hoe jullie hem, want ik viel dat eigenlijk helemaal net. Nou, wel. Ja? Ja, er moeten toch wat bomen worden geplant, jongen. Jezus, het is toch echt niet normaal. Nou, jij hebt een plantje. Nou, dat is het. Die is zo zondagochtend fiets daar door het gebied met die mist. Het heeft toch iets prachtig. Nee, dat is mooi, maar ik mis toch hier en daar leuke wat boompjes. Nou, Douwe, kom op. Terwijl dat juist die keelhiet van het landschap in Noordwest-Friesland is juist een van die, nou, zogenaamde kernwaarden. Hè? Ja. Ga maar eens vanuit Oerissel als dieper Gelderland naar het noorden te rijden. Dan is het ont appels geën, haast oude boon, is het boskerig. Ja, mooi. Ja. En dan komt u dadelijk bij Jensemuut, Wommels, Grooithoek en dat is Iepen. Dat is wel heel bijzonder, hè? Ja. Ja, maar dat is dus nou om, ja, dat lid we gewoon maar even die slag maar uitzie. Gemeenten die willen Ian Heer, die energiek is, enthousiast is en toeristen naar dat gebied helikopter. Ja. En dat was het wel. Klopt. En dat was nou Krek en Moanne. En dat was op een bijzondere wijze, in een camper. Risto rondjes door dat gebied. Wat heeft hij zelf als doel stelt? Als een echte toerist eigenlijk. Hè? Ja. En misschien zat ik wel het belangrijkste dat wij vanuit het eerpunt van een toerist Schengen. Dus wat heeft hij nodig? En, je bent nog aan research dus in die camper. Ja, maar dat is een ongoing process, om het zo mooi Engels te zeggen. Het gaat er net om wat een oerhiet als een ondernemer wil of iemand anders. Je maakt dat vanuit het eerpunt van een toerist besiekje te Schengen. Nou, wat wil die? Ja, die wil dus rust hebben. Die vindt het fantastisch dat het hier rustig is, dat het hier jongens echt zuster is. Dat het landschap heel bijzonder is, je ziet dik, dat vind ik gewoon prachtig. Ja, vind ik ook. Ja, maar het is toch maar die ADHD net vaststellen. Maar dat is ik wandel heel vaak met mijn verder over de zee diek. En dan kom je een soort Duitsers naar Haasta. En ik zeg waarom? Maar in de PS-kweek dan smoort het van de Duitsers. Mooi jongeren die het op het charterscape het water op beginnen. En dat vind ze fantastisch. Ja. Dus dat is een haast unique selling point, maar dat is net Fries. Maar het hoeft haast net oors, zo'n je zes kinderen. Maar het wordt beter verkeep je. En nou, daar komt mijn rol dan voor in opmerking. Zullen we eens even zien hoe dat gaat met die? En die mooie camperke west, maar die hond ziet toch het loon heen en riest. Ja, daar heb je beelden van. Vurgum, hè? Bij Hebben West. Ja. Vurgum, ja. Nou, kunnen we even zien. Nou,
Maar binnen de Looi Vutgen, dat ligt bij het Schumarm. En daar is een zodenhuis, als in het Fries Scherdehuis. Ze hebben daar een terpbewenning nabouwd, de betierde midsjouwer. Ik weet net wat ik precies verwacht, Simat, maar het mag heel spectaculair wezen. Nou, goeie. Ja, welkom. Nou, ook heel erg. Zullen we naar binnen? Ja, goed. Denk op me hollen. In die type in de net zagruut. Nee. Wat is nou precies onder het wan? Gatenslaan in het leer. De onderdeel worden van een taske. Ik denk dat het van meestal heel leuk is om te beleven. En ik word mij naar hoesten nemen kennen van, shit, dit hak zelf maken. Van skiep had men wollen en dan maken ze de kleren van. Dit is al hier echte schippenwol. Puur natuur? Puur natuur. Wat hoop je qua bezoekersaantal? Nou, tientallen mensen die hier komen te zien hoe de Friezen in zo'n 800 na Christus leven en wennen. Weet het toeroperators wel dat je hier zitten? Dat mag we nog zeker onwerk. Nou, ja. Mooi. Ja. Ja, dit is wel een belangrijk punt. Hè? Het is er, maar ja. Hoe kun je het vinden? Ja. Trocht het gewoon beter rond, Jan. Dat is eigenlijk de belangrijkste oplossing. Maar, de Waterkrijt heeft het voorbeeld van de toeroperators onhellen. Dat is echt een lang proces. Als je dus nu, en hebben het al gehoord, 2015, en als je het traaien vroeger, 2018, net ontoevallig het hier ja. Van jou het culturele laatste. Voor jou miljoen mensen komen dan hierin. Extra, hè? Ja, dus woppen de 1,8 of 2,1 die er nou al binnen. Dan moet je nou ik in de boekjes stingen. En dan moet je ik een goed verhaal vertellen. En het verhaal van het Shadow is wel heel mooi, want het is echt een historisch en ik verantwoord project worden van de rug onder de Oorik, universiteit. Om een gebouw te bouwen wat in de tijd van de Sander 8e eeuw de X-toeien had. Ja. Nou, je kijkt iets jongen van de meesten die dus direct verklaard binnen. Het is een soort van Archeon. Ja, maar dat weet je wel, maar hoe kist dit nog verkeepje? Daar draait het om. Hoe komen ze van het verhaal? Nou, het is een stukje terpenverhaal. Hè? Dus vroeger hier we in Zeedijk, dan stroomde het Longenskip hieronder. Dat is voor de internationale toerist ontzettend nice keer. Dat wil je onder de zeespiegel leven. Ja, en daar is dit een prachtig voorbeeld van. Ze wennen meestal vroeg op een terp en het leven ziet er zegens uit. Ja, maar dan wist je jaloeren toch dit ding in de kuit en dan wist het en dan maakt het er zoals heen. Ja, en dat klopt ik. En dat is ook een van de meetbare dingen met dat worden. Van als meestal hier dan in Friesland binnen, en dat ken ik wel in acht karspelwijzen of in snits. Beziek je dan een dag zo langer in Friesland te houden? Ja, want uiteindelijk heb ik ook wel eens gehad dat Amsterdam is het eigenlijk al te druk. Hè? In de Ronestad, die toeristen kunnen eigenlijk met een kolmer op. Het is te druk. Ze matten hier wel heen. Ja. Dus zij hebben ook belang bij u. Ja. Ja, en Giethoorn is ik een voorbeeld daarvan. Ja. Giethoorn giet hartstikke een beetje kopje onder de internationale toerist. Mm. Nou, beziek je ze dan vanuit Giethoorn ik nog een dag in Friesland te helpen. Ja. Maar jij bent hier in Belsum, hè? Hoe kun je in vredesnaam dat dorp? Daar mag wel wat levendigheid komen. Ja, vroeger hier weer de slogan Belsum is Zeldzaam. Belsum is een erg levendig dorp trouwens hoor. Ik bedoel, dat gebeurt een soort. Ja, dat gebeurt een soort. Het gaat er mij voorbij, maar wat gebeurt er allemaal? Het gemeenschapsleven bedoel je. Ja, een prachtig van initiatieven. Een prachtig ja, maar toeristisch. Toeristisch, ik zie nooit een toerist. Weinig. Dat hing er vooral west dan existeert. Belsum loopt aan de noordelijke afzijde een vaarroute. Nou, s'winters de helft van het noorden, dat is sterk IJsland. Ja, dat is waar. En dat is een enorme eijepen van, dat is gewoon een afzijde route. Ja. Maar die moet er wel eens doorgaan, die afzijde. En ik zie die vaarroute, hebben ze van die sluisjes boven vier. Nou, dus regelmatig ligt er toch maar een... Maar dat doen ze nou in Frensje Rek, de porten naar het water. Is dat dan... Vraag de warmpoort. Ze pompen er miljoen in. En met een light is zo'n ding. Ja, en hoe bepaalt dan als bootjevader, ik ging net naar Haas, maar ik sla nog even naar bij Frensje Rek in. Ik ging daar even naar Belsum daar. Ja, of je binnen Haas begon en je volgt jouw steden naar Dokkum daar. Nou, dat het gewoon te krijgen van, je moet het mooie wat er is, moet je beter in etalage zetten. Ja. En hoe Belsum is de 12e stad, hè? Dus dat het vroeger eventjes stadsrecht nog. Stadsrecht toch? En of dat klopt of net, dat weet ik net, maar het is wel een heel mooi verhaal. En dat is dat verhaal vertellen. Dus. Absoluut. Ja. Nou, succes er maar. En we zien die vanzelf nog wel eens voorbij stuiteren, maar in die auto. Ik wil een dagje mee. Ja, ik heb wel. Gezellig. Ja, maar we wisten even hoe ik even zit.
Mooi. Wij wisselen even gegevens uit. Nou, je wil nog even gegevens uitwisselen. Ik zal ondertussen even het nieuwe verhaal, want we hier te krekken even hoor. Je kent dus waarom Shin in de archieven van de omroep. En dan kun je bijvoorbeeld zien je een satelliet werden Shin of Beend Paas. Want van deze week al is dat al hier te vinden op Waarom Rob. Dat is een nieuwe digitale televisiearchief van Omroep Friesland. In Beend een vaarprilke van wat jou op ziekje kennen. En Joet dus de Friese reunie in 2000. Mijn naam is Pieter Zwart en ik doe de regie van het slotconcert Simmer 2000. Het is nog maar 3 weken geleden dat wij op het Cylon begonnen. En ik heb het idee of ik mijn hele leven al net weet of het buiten Friesland ik nog een vrouw bestuur. Friesland, de libbers die we hebben. Al ben ik hier van de vergeet mij. Friesland, verjeet mij net. We zijn in 94 begonnen, dus we zijn eigenlijk nog maar kreeg 6 jaar bezig. We doen wel wat dingen, maar nog net grote registraties en live dingen. Of net live, semi-live, maar dat doen we toen nog net. Dus dit was eigenlijk qua registratie, maar meer camera's, was dit echt wel heel groot voor ons. En we hebben een mix van ervaren cameramensen, de jongen die hier achter de camera zit als jong broekje en mensen uit Hilversum. Ja, en dat weer wel echt een zoektocht. Beste mensen! Tegenoverlijk. Wat wien het treien geweldige wieken. Wat hebben we genoten van al die grutte en lietse evenementen. Ik die regie, maar ik hier een regieassistente, Maria van der Leij, die cueerde de cameramensen. Maar we hier Clara Rulman, een muzikante, en die leest de partituren. Want op een gegeven moment had er dus een klarinet, een solo docht, dan moet je die klarinet in beeld hebben. Welke maat? Nee. Maat? Van 1, 1. Als het camera 4, camera 7, maar Albert. 16, 17. Maar onze cameramensen die wisten het niet eens verschil tussen een klarinet en een saxofoon. Pas 10, 10. Het is camera 2, cello. Pas 2, nee, pas 3, 3 saxofoon. Ja. Staat iemand voor 2. Het is camera 3, violen. Pas 5. Het is camera 4. Pas 1. Camera 7, akkoord. Dus dat moest al jaar goed van tevoren tronomwerven. Van dan en dan is er een klarinet. Dus en dat jij dan op die boon, dan jouwt Clara dat aan en dan cueerde Maria, de cameraman, weer naar die klarinet. En op het moment dat hij begon te spelen, dan zette Roald weer de skikkeltechnicus bij hem voor. Camera 7 naar trompet. Vast 1. Attentie, camera 7, trompet. Vast nee, 7. Zijn trombones, trompetjes, trompetten. Het beeld wat ik me vooral herinner je, dat is in het noemen van Pieter Wilkens, het paard Waarom. Dan rent hij op een gegeven moment, ik weet waarom, over die catwalk die er laai en dan krijgt ze een chinshot met lucht. Ja, dat was gewoon een cadeautje, dat shot, dat was zo mooi. Ja, en we hebben volle meer uit dat mooie digitale archief. Milene, we hebben die krekkel even gehad. Welkom, dat is voor u weer even op ziekgong, want dat is een vast onderdeel, wordt dat. Dat is op ziek is naar de echte Friezen. Nou, de verschil tussen de Fries en de Randstedeling, hè? Oké, okay. Nou ja, maar dat is... Nou, ik zal die nog even introduceren voor de mensen die het net kennen. Presentatrice West van Lief en Leed. Ja. Werkt bij de Panorama. Nou, dus een soort in Belsum, bij Verder, die man... Ja, en de Toevla, die heeft hij hier gebracht en daar terug heeft toen in eigen equipe die voor Friesen. Misschien voor Douwe Gelf even uitlezen, wat valt hij eigenlijk op aan u? Wat mij aan jullie opvalt? Ja. Nee, jullie zijn anders dan de rest van Nederland. Het meest gelukkig werd we soms juster. Ja. Het minst. Meest. Ja, ja, dat denk ik ook. Ik denk ook gewoon dat het lekker overzichtelijk is allemaal. Hè, jullie dansen alleen maar op muziek die je kent. Je hoeft nooit eens wat nieuws te leren. Dat is ook overzichtelijk, dat geeft veiligheid. Maar herkent je dat? Doen ze bij Friesland eigenlijk alleen nog maar op muziek die we kennen? En ja, ja, al die feesttenten, dat is kist de klok erop liek zetten wat er voorbij komt. Ik vroeg net aan hem, welk liedje wordt hier alleen maar gedraaid van Bryan Adams? Nou, dat is Summer of 69. Ja. Nou, dat zult toch echt in Gelderland wezen, of net? Nou,
En met de normaal droog. Nee, nou ja, dat weet ik niet. Maar hier is het wel extreem. Ja. Dus, maar ook wel weer overzichtelijk. Maar er is een soort van actieplan. We houden er een spiegel voor. Dat doe je dan, om even zin te letten. Ja, humoristisch en liefdevol, hè? Want ik ben wel gek op Friesland. Ja. Dus ik ga niemand afzeiken. Dus daar jet ik een reportage bij. Er is nog Achlam West, naar het Halloweenfeest. Ja. Ik zal net de volle verklappen, maar mooi een DJ, mooi. DJ Joop Kwikvinger. Ja. Om te zien wat voor playlist hij heeft. Uit Friendship. Ja. Zullen we eens even... Nou, verrassen. Een bloedige DJ battle was het. Ja, oké. Okay. Let's go. Komt-ie. Ik hoor alleen maar dezelfde muziek in feesttenten en ik denk dat dat beter kan, dat dat nieuwer kan. Dus ik ga proberen daar vanavond iets aan te doen door wat nieuwe muziek te laten horen. Dankjewel. Bekende nummertjes, hè? Ja, maar draai je alleen maar liedjes die ze kennen? Ja, ik probeer het weer niet er altijd in te krijgen en dat doe je toch meestal met de bekende nummers. Ja. Dus vandaar dat ik altijd toch de bekende nummers... Maar je voedt ze niet op, je voedt ze niet op. Nee, ik voed ze niet op. Dat doe je niet aan. Nee, dat doe ik niet aan. Dus als we Bryan Adams zeggen, dan zeggen we... Summer of 69. Oké, okay, Belinda, je mag het proberen. Oké, kom maar. Dit is helemaal niks. Je mag het straks nog eens een keertje proberen, maar dit is het gewoon helemaal niet. Nu van achter genomen. Bryan Adams heeft meer liedjes gemaakt dan The Summer of 69. Ja, echt meer liedjes. Nou, dit is er ook eentje, dat is mijn favoriet. Ben ik heel benieuwd wat jullie ervan vinden. We're gonna win. Don't wanna be a loser, but I am. Cause they really is the only thing. Get out of the way, come in. You wanna fight, you step inside the ring. If anybody wanna take a swing, it's gotta be all about sin. Wat vond je van de muziek die ik draaide? Altijd geweldig. Ja, het was echt leuk. Echt leuk, echt gezellig. Hè? Heel leuk, hè? Ja, dat is onze muziek, hè? Heb je hem daar gehoord? Nee. Terrorized by the Devil Light! Yeah! Oh, goed, jongen. Dat is een ketchup. Leeft hij nog? Nee, dit is het einde van DJ Kwikvinger. Die gaan we niet meer horen. En nog lekker soepel in de heupen, hè, die Malene. Nee, ja. Maar weet je wat er gebeurde? Allebei mijn tanden braken af, dus hij leeft nog. Oké, okay. Ja. Maar dit, hij kwam nog even bij, hè? Ja, nee, het was al de tweede keer dat hij voorbij kwam. Hij had hem al eerder een keer gedraaid. Want dat is altijd, hè, minimaal 3 keer Paradise by the Dashboard Light. En toch zit iedereen te douchen, hè? En tuurlijk. Wanna be a hippie en al die dingen. Dat koe zeg ik. Oh ja, heb ik ook nog opgenomen. Wanna be a hippie. Maar wat is dat voor punt maken daar? Want hij is in Achelen, mensen nou doen ze op die muziek of net? Ja, ze doen ze op die muziek. Want ze hebben doenst op Oelalala van TC Matic, een Vlaamse band. En er was zelfs eentje die de tekst kende. En die kinderen vonden het leuk, hè. Het was trouwens een superleuke jeugd in Achelen. Maar het wordt wel eventjes. Het was wel een beetje een showkiller, of net? Nee, het was geen showkiller. Sinds trouwens prachtig uit, hè, Deinert Valma. Ja, dankjewel. Ja. Ik vond mezelf redelijk angstaanjagend. Maar dus wij Friesen, kinderen dus, want ik bedoel... Jullie zijn wel opvoedbaar, alleen dan moet je wel... De dronken Fries staat meer open voor nieuwe dingen dan de nuchtere Fries. Want ook bij Saskia om te lezen, ook eerst al aan het begin van de Jong doen in Gekdwan. Maar dat maar zij eerst... Ja, nee, dat was toen ik in het begin van de Jong ging draaien... Toen stonden ze echt allemaal te kijken van, what the fuck is hier aan de hand? En later stonden ze er meer voor open. Okay. Ze hebben gewoon een drankje nodig. Ze binden dus in Achelen bezig. Dat is echt goed voor die als regio. Onjaren, dat kun ze dus nog ergens anders op doen. Maar takken we de volgende keer. Hè? Dan is ik weer voor u een ding van. En nou, ik wil heel graag iets doen met dat iedereen altijd vraagt, waar komt Wooi?
Hè? En want, van waar bist er hier? Ja, wel. En wat is de familiebanden met die en die? En als iedereen weer precies weet waar iedereen vandaan komt. Ja, dat doen wij in Friesland Meerskip, hè? Van waar bist er hier? Ja, en dan kan het gesprek gewoon weer verder gaan. Maar dat moet eerst even helemaal duidelijk. Maar dat is heel moeilijk om dat in een item. Dus daar ben ik nog over aan het nadenken. Maar wat Friese ook doen, is vooral praten over nuchtere zaken. Hè? Dus als ik met Sven op vakantie ga, dan zit ik naar mensen te kijken en hij naar dakconstructies. Bijvoorbeeld, om maar eens even wat te noemen. En dus, over het weer. Hè? Ja, weer, ja, ja. Ja, ook. Maar dat, ja, dus er wordt veel koetjes-kalfjes gesprek. Maar dat was de vraag stellen, begreep ik. Dus ik wil aan nuchtere Friese 10 niet-nuchtere vragen stellen. Nou, stel eens Ian. Aan wie? Wie is van jullie de nuchterste? Nou, ik denk Wietse. Ik denk Wietse. Ja, maar Wietse spreekt geen Fries. Ja, Wietse is gewoon Fries. Komt waarom spreekt ze geen Fries? Fries? Nou, want we hebben net zo lang geleden. Die vraag moet niet komen. Oké. Okay. Welk cijfer zou jij je leven geven? 8,9. Die kwam maar heel snel uit. Hij is supergelukkig. Ja. Nou, denk even op mijn verder. Maar dan mag nog even skaven onder het format. Ja, maar het is mensen zijn alleen bedankt, hè? Helene, tot de volgende keer. Hartstikke leuk. Ja, dit wie het van nou, Bient. En ik zeg je mooi weer. Mooi jong verder. Dag. Morgen is de succesvolle bondscoach Gerben Wiersma van de turndames op visite. Na 40 jaar dochten de dames weer mooi onder Olympische Spelen. Ja. Oké, okay. Gezellig. Hey. Brood? Brood.